Norman en Annie. Zo. Ja, ik vond dat je het moest weten. Bedankt voor je telefoontje. Alhoewel, ik zou niet weten wat ik moest doen. Nou, kijk, erg serieus valt het niet te nemen. Het is natuurlijk weer een van Normans vele anti-houdingen tegen de wereld of iets van die aard. En hadden ze nou nog wat gedaan? Want mij valt hier helemaal niets te lachen. Ik bedoel, in jouw plaats zou ik al... Beste Sarah, ik ben nu 5 jaar met hem getrouwd en bittere ervaring heeft me geleerd dat het laatste wat je met Norman moet doen, is hem serieus nemen. Dat is nou juist precies wat hij wil. Niet dat het af en toe niet zenuwslopend is om kalm te blijven als hij eens knettergek bezig is of het huis in brand dreigt te steken. Maar als hij te bar maakt, ga ik doodleuk naar bed met de deur op slot. Nou, ik zou al lang niet meer bij hem wonen, echt. Ik was al lang weg geweest. Oh, zo zie ik het helemaal niet. Voor mijn gevoel komt hij bij mij. Beslot betaal ik alles in huis en het meubilair is praktisch alleen van mij. Een enkele keer komt het wel eens bij me op om hem eruit te gooien. Maar ik weet niet, ik denk dat ik nogal aan hem geef. Het is net zoiets als wanneer je een enorme ongezeggelijke hond opnaamt als je met Norman getrouwd bent. Hij is niet wat je noemt een huisdier. De hele tijd afwisseling, geestelijk en lichamelijk. En je doet er wel verstandig aan hem op te sluiten als je bezoek over de vloer krijgt. Anders struikelt hij zich toe. Maar ik wil hem niet kwijt. Het is allemaal goed en wel als je behoorlijk onder de duim hebt. Maar als hij het leven van andere mensen overhoop gooit, dat van Annie bijvoorbeeld. Je moet Norman niet helemaal op aanzien. Springt alleen maar op tegen mensen die hem aanmoedigen. Dat is de vuistregel. Wil je niet dat hij je gezicht likt, voer hem dan vooral geen kruimels. En dat slaat niet alleen op Annie. Nou, ik weet echt niet waar je het over hebt. Toe, Sarah, maak mij wat wijs. Hij past wel eens een oogje op jou laten vallen. Oh, nee. Ik heb het hem zelf zien doen. Je moet de mensen niet zo allemaal naar jezelf afmeten. Maar het punt is dat voor zover ik na kan gaan, Tom en Annie elkaar praktisch negeren. Ze hebben gisteravond kennelijk ruzie gehad. Ja, niet dat Tom het weet van Norman, hoor, maar hij is uit zijn doen. Och, ziel, zit over het toch nog niet steeds met die sul. Tom zou een hele goede echtgenoot zijn. Ja, hij is gewoon hartstikke goed. Hij kan als ze fouten hebben, maar vergeleken met anderen. Nou, hij is zorgzaam en attent en heeft heel veel gedaan voor Annie de laatste jaren. Hij is zo egocentrisch als de pest. Nou, dat is niet eerlijk. Hij laat het zich heerlijk aanleunen hier dag in dag uit rond te hangen. Hij eet bij haar. Hij loopt in en uit naar meneer Belieft. En wat krijgt ze ervoor terug? Geen barst. Nou, ik vind dat gewoon heel conservatief tegenover hem. Ze klaploper. Net als zo'n teken op een van die rottige beesten van hem. Nou, met jou voor kennelijk niet te praten. We denken dan maar ook over niets hetzelfde. En dat is altijd al zo geweest. Precies. Heel goed gezien. Ik ga wel profiteren van de zon. Dan ga ik naar huis en dan werk ik nog wat. Erg aardig van je om het te bellen. Erg aardig dat je zo bezorgd bent over mijn relatie met Norman. Net als ik zeg, ik kan mij niets aan veranderen. Norman leeft bij zijn eigen wetten. Dat heeft hij altijd gedaan. En ik heb hopen werk wat morgen af moet zijn. Wat heeft die stoel? Als je je bril nou eens opzet. Begin jij nu ook niet over mijn bril heen, Norman is genoeg. Jij doet alles op de tas. Je rijdt auto op de tas. Sarah! Nu ga je weg. Je maakt de mensen hels. Norman is precies wat jij verdient. En dat vind ik. Dat verrekte ding. Laat mij maar in. Tuffel op jij. Oh, goed. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom jij die bril niet opzet. Dat scheelt een stuk. En het maakt je trouwens ook een stuk vrouwelijker. Hallo, Rut. Wie is dat? Oh, hallo. Was jij er ook? Ja. Wat? Nou, dus, nee, niks. Laat maar.
Norman al gezien? Ja. Ah. Heb je Annie al gezien? Ja. Ah. En ik heb Rick en Sarah ook gezien. Zal ze wat iedereen gezien hebben die je te zien valt? Oh, nou, nu heb je mij ook gezien. Ja, jou heb ik ook gezien. Er is iets anders aan je. Ik weet niet, er is iets anders. Ik zal ouder geworden zijn. Nee, dat is het niet. Nee, ik kom er nog wel op. Wat? Nou, ik vroeg me af of er een speciale reden is dat wij hier zo zitten. Ik weet niet waarom jij zo zou zitten. Nee, ik ook niet. Ik weet het wel van mij. Waarom? Ik kan dat verrekte ding niet opzetten. Oh! Je had Annie al gezien, zei je. Ja. En hoe stond haar gezicht? Moet jij je stoel niet opzetten? Oh, ja. Annie, uitstekend zo te zien. Nou, om eerlijk te zijn, ik ben bang dat ik het bij haar heb verbruikt. Nee, toch? Ja. Ik ben nogal tegen haar uitgevallen. Heus? En nogal fors. Ja, ik vind dat ze me veel te veel voor vanzelfsprekend aanneemt. Doet ze dat? Ja, en daarom vond ik dat ze wel wat scherpe woorden kon gebruiken. Ja. Oh ja? En ik heb gezegd dat ze er wat beter bij moest lopen. Oh. En dat ze er nogal voddig uitzag. Nee, toch? Ik heb gedreigd met een oplader. Ja. Ik heb er de hele nacht van wakker gelegen. Denk je dat ik nou mijn vooruitzichten heb verknoeid? Vooruitzichten waarom? Nou, vooruitzichten in het algemeen. Tja, bepaalde vrouwen reageren enorm goed op dat soort behandeling. Die vinden het heerlijk te horen dat ze er volop bij lopen. Die krijgen een zalig gevoel bij dreigen met lichamelijk geweld. Niet dat ik er ooit zo een heb ontmoet hoor, maar ze zullen wel bestaan. In boeken. Van mannen. Maar ja, je hebt denkelijk ook vrouwen die dolgraag in een kanaal gegooid worden. Alleen die zien je elke dag. Zelfs niet in de familie. Dus je denkt dat ik het niet helemaal goed heb aangepakt? Zo denken we van niet. Had hij het deze keer toch mis? Wie had het mis? Nou, Norman. Norman? Heeft Norman je dit aangepraat? Ja, hij zei dat ik iets in die geest moest doen. Door haar te beledigen en dreigen te slaan. Ja. Nou ja, doorgaans heeft hij gelijk. Ja, zeker als het om vrouwen gaat. Een enorme feeling met vrouwen die Norman. Dat had ik geloof ik niet moeten zeggen. Tom? Ja? Ik weet, ik riskeer slecht advies op slecht advies te geven, maar misschien moet ik je de juiste richting wijzen. Ja? Ten eerste, zijn er onjuistheden in Normans overbekende universele theorieën in zaken vrouwen? En aangezien ik zijn vrouw...